Ajax, 0-1 en... Nee, 3. 0-1. Schöne had een eigen doelpunt. En dat was de eigen douche, maar zo meteen. Maar je hebt het niet zo eigenwijs, jongen, concentreer je. Je weet hoe het werkt, want we gaan op chronologische volgorde gaan we verder. Prachtige assist weer van Tadic. Maar hij kon er net niet bij, dus toen viel hij nog voor Röntelaar. Dit is een erg dwaas avontuur van de Rover. Of van den Berg, sorry. Frenkie de Jong, nergens last van, hè, Henk? Frenkie? Ja, nergens. Nee, maar die is gewoon ontzettend blij dat hij nu scoort. Dat kan dus ook bij keepers gebeuren. Ja, en dan komt er een nieuwe keeper in. Dat is niet de grootste keeper van de Eredivisie. En dat roep je dan meteen en dat gebeurt niet. Misschien ook niet de beste, Kees? Nou, ik vind het geen slechte keeper, maar ik vind hem te klein. Tenminste, ik persoonlijk ben geen fan van kleine keepers. En van Leo Oldenburger mogen we het niet zeggen. Waarom niet? Nou ja, die heeft er laatst nog een mooi stukje over gesproken. En dan gooien! En wordt binnengewerkt door... Keurig in de korte hoek. Twee schoten een hoop in tegen Excelsior. En Ajax komt uiteindelijk op 4 treffers. Paasje van de Jong wordt nog even doorgekopt door Labiat. En dan is Tadic de eerste. En ook Ezi Boué zit er nog aan met het hoofd. Het is allemaal bepaald niet ongelukkig zoals dit verloopt in... Eindfase.